De feestdagen staan voor de deur en dat betekent pakjestijd. Nu, persoonlijk vind ik het heel leuk om onverwachte, originele cadeaus te krijgen. Dus ik maak er zelf een sport van om op zoek te gaan naar het ideale cadeau. En vandaar mijn bezoek aan Euler Vinneker. Ideaal adresje, hè? Hallo. Goeiedag. Ik ben op zoek naar kerstcadeautjes eigenlijk. Ja. Wel, de plaats waar we hier nu staan is eigenlijk onze kersttafel. Dus dit jaar hebben wij ons vooral gebaseerd op cadeautjes die voor iemand heel persoonlijk zijn. Het varieert eigenlijk van iemand die heel graag bijvoorbeeld zoet lust, iemand die heel graag pasta lust, iemand die heel graag zelf creatief in de keuken is, dus eigenlijk keuze. Ja, want ik zie hier nu al zoiets beer bread. Ons mama die is tegenwoordig helemaal into broodbakken. Maar ja. Wat is nu beer bread? Het hele leuke aan dit is eigenlijk een broodmix. En daar moet men dan een favoriet biertje aan toevoegen. En dat kan men dan ook een beetje spicier maken met bijvoorbeeld onze bruschetta-kruiden dat we erbij doen. En zijn er zo productjes die zo nog net iets exclusiever zijn? Wel, nu rond dit thema is het natuurlijk onze truffellijn die heel belangrijk is. Bijvoorbeeld onze tartufata crème en daarin zit er dus parmesan. Dus heel lekker smeuig. En is er nog zoiets wat je mij kan adviseren? Ja, we hebben natuurlijk voor een jong publiek hebben een heel tof item. Dat is bijvoorbeeld deze chocoladepizza. Dus dat houdt in dat dus die chocolade bevat amandeltjes, bevat pepertjes, is donkere chocolade, maar is al vooraf gesneden in stukjes pizza. Yes. En dat is eigenlijk het principe ook dat wij beogen, want ons thema is vooral sharen. Yeah. Dus eigenlijk als je samen rond de tafel zit, kan elk zijn stukje chocolade nemen. Ik vind het eigenlijk wel een leuk cadeau voor mezelf ook wel. Ja, dat is tof. En is er nog zoiets wat je kan aanbevelen, zoals iets anders? Wel, een heel nieuw product die eigenlijk subtiel van smaak is, is onze nieuwe pesto. Het is zo dat al onze producten worden eigenlijk samengesteld met een handsteam vakmensen. Dus dat zijn eigenlijk mensen uit de typische gebieden die dus eigenlijk gespecialiseerd zijn in die smaken. En deze producten worden eigenlijk voor ons samengesteld. En wat is dit hier? Onze Barolo. Dat is de rode wijn uit Italië, uit de Piemonte-streek. En die wordt gemengd met zwarte zomertruffel. Dus het is iets heel exclusief. Dus voor kerst is dat een aanrader. Ja, inderdaad. Wij zetten heel veel producten open. En de mensen die proeven en daardoor beginnen ze een link te leggen met een gerecht. En wij maken dat ook persoonlijk door receptenkaarten dat we hebben. Oh ja. Waarin de producten vermeld staan om dat bepaald gerecht te maken. Ja, het wordt een moeilijke keuze eigenlijk. De verpakkingen op zich zijn ook al zo allemaal cadeautjes om mee te pakken. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Dus je kan het afzonderlijk, maar je kan het ook in combinatie samenstellen om een pakket te maken. Ik vond sowieso het bierbrood vond ik al een hele toffe voor ons mama. Dan heb je hier nog de zongedroogde tomaatjes, tomatensaus. Dan heb je ook die Barolo. Die gaan we er ook bij doen. Die was ook echt heel lekker. Oh, en de pizza, die ga ik voor mezelf houden. Die ga ik zelf meepakken. Voilà, dan hebben we een mooi cadeautje. Hè? Voilà. Zeg. Super. Voilà, je cadeautje. Heel mooi. En dan mag je deze kaartje daar nog aanhangen. Okay. Heel leuk gedaan. En dat maakt het helemaal af. Ja. Voilà. Super. En de pizza, super. Oh, ons mama gaat echt reuze content zijn. Voilà. En ik ga zorgen dat ik thuis ben als ze me gaan maken. En dan kan ik meeproeven. Hartelijk dank en nog een fijne dag. Dank je wel, hè. Zo, missie geslaagd. Ik heb een prachtig cadeautje en een persoonlijk cadeautje voor ons mama. En iets lekkers voor mezelf. En een hoop inspiratie voor een lekker kerstdiner kreeg ik er zomaar bij. Laat die feesten maar beginnen.